Nou, mijn naam is Piet Winkelmolen en ik ben kermisliefhebber. Getuige ook uit onze omgeving hier. En ja, ik ben al vanaf 75 aan het verzamelen. Ik verzamel allerlei kermishebben dingen. En maar die hebben ook echt op de kermis gestaan? Nee. Niet op de kermis gestaan? Nee. Ik heb altijd op een bank gewerkt. Nee, ik bedoel die spullen die hier rondkomen. Ja, die spullen. Ja. Die hebben allemaal op een kermis gestaan, ja. En vooral die attributen, die zijn ook van een bepaald merk. En dat is een Belgisch merk, daar zit, ik heb hier t-shirts zelfs van aan, autopeden. En dat merk heeft altijd 143 verschillende attributen gebouwd. Zo. In een tijdsbestek van 1946 tot 2012. En ik ben in 1994 of zo bevriend geraakt met die eigenaar. En de enige personeel op dat moment, want hij was bijna gestopt. En toen ben ik bevriend met hem geraakt en heb ik een boek erover geschreven. En toen is hij weer een beetje in de lift gekomen. En toen had hij het op het einde van de ding, zat hij het heel druk. Maar toen heeft hij ook alles weer gemaakt. Hij maakt ook alles zelf? Alles zelf, ja. Van een plaatwerk, heel ingewikkeld plaatwerk. Heel veel plooien erop. Tot bankjes. Alles maakt hij zelf. Mm. Hele handige man. Ook een hele bescheiden man. Heel erg bescheiden zelfs. En ja, ik kon er ontzettend goed met door de deur. Ik had één attribuutje had ik. En nou, toen raakte ik ook zeer enthousiast over de spullen. Ja. En toen kocht ik er elk jaar één. Mm. En ook geen twee en ook niet nul, maar elk jaar één. Ik ben nu met een bootje bezig. Ah, ja. Om een beetje op te knappen. En jij knapt dat nou ook zelf op dan? Ja, op één ding nou. Op één ding nou? Spuiterij. Oh. Ik maak het helemaal klaar en ook onderdelen zoek ik erbij en zo allemaal. Maar het laatste, het spuiten niet, want dat kan ik niet. Ik heb geen cabine of zo. Nee, dan moet je wel. En als je dingen zijn vrij prijzig en als je dan. Ja, alles klaar had en dan gaat het. Dat is lukt. En dan komen er wat ze in de vakterm zeikers noemen. Ja. Die komen erop zo. En stofjes. En ja, dat is helemaal niks. Ja. Dus daar ik aan de professionele mensen over. Dat is dan wel heel fijn, ja. Ja, dat is zeker fijn. Heel netjes uit. Ja. Maar zijn dat alleen maar spullen voor in een draaimolen? Of? Ja, die dingen wel. En ik ben er zelfs. Ik heb er in 2010 ben ik in mijn pensioen gegaan. Ja. En toen was ik bang dat ik een zwart gat zou vallen, dat ik helemaal niks te doen had. Maar dat was niet zo. Maar toen heb ik een boek gemaakt over dat bedrijf. En, specifiek over dat bedrijf? Ja, alleen maar over dat bedrijf. Ja. En toen is die eigenaar van het bedrijf, die is in 1 januari 2016 gestorven. En toen moest ik 4 maanden daarna bij de notaris in Gent komen, in België. Ja. Dan zegt hij, meneer Barnes heeft u het een en ander nagelaten. Goh. Ja, onder andere alle foto's die uit het bedrijf komen van begin tot het einde, van 46 tot 2012, ja, 16 officieel, maar in 12 had hij het laatste ding gemaakt. En, maar ook alle mallen, van alle attributjes die ooit gebouwd, die heb ik allemaal. Niet dat ik er iets mee kan doen, maar voor de heb is het wel leuk. Ja, en hoe groot is jouw huis? Ja, zo groen als de buitenkant. Nou, dan past dat er allemaal in dan? Nee. Dat bedoel ik. Dat staat ergens anders. Oh, dit staat een bomvol dit. Ja, precies. Maar ik heb nog een stukje verwarmingszolder. Wat ik wil halveren, dan heb ik nog een beetje ruimte voor documentatie en zo neer te leggen. Ah, ja. Ja. Dus het is wel allemaal bij de hand? Ik heb het allemaal bij de hand, ja. 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 Dat is mooi, hè? Nou, wat we hier zien is een kleine greep uit het... De reeks autopedes die ik heb, hier zien wij een koets. En die koets die is van 1951. Daarvoor staan twee paardjes. Die konden zelf geen paarden snijden, dus die liet een Belgische houtsnijder de paarden snijden. En ze maakten zoveel koetsjes als hij paarden kon maken. Dus leverde hij er 8 af, dan maakten ze 4 koetsjes. Die houtsnijder heet Bernard van Guizen, dat heb ik hier. Er staat ook nog een paardje van hem. Ja. En die zijn heel mooi. Ja, is dat volhout? Nee, nee, dat is nooit volhout. Dat kan eigenlijk niet. Nee, die zijn altijd hol. Hmm. Behalve hij niet, hij was voor een uitzondering, had wel volhout. Nou, hier zien we een paard uit 1895. Die heb ik net gerestaureerd, die staat er pas een week.
Die heb ik gekocht net boven München. En dat zag er vreselijk uit, het paard. Dat was helemaal, het was gewoon helemaal niks meer. Ik heb hem heel voorzichtig gedemonteerd en helemaal benen eraf. En dan heb ik dit alleen maar een ijzer eruit gehaald. Wat in het paard zat, ter versteviging. Ja, ja. Dat was niet de bedoeling natuurlijk, hè. Hier, de holte van de been. Ja. Dus dat bewaar ik ook nog even, dat is wel leuk. En dan, zie je de spijkers zitten die er allemaal in zaten. Dus je had behoorlijk pijn geleden. Okay, ja. Ja. Ik moet er nog even de staart aan maken. Die hoort, ja, die moet er nog aan. Ja. Maar dat paard was dus helemaal niet zo beschilderd en zo. Nee, helemaal niet. Tegenwoordig. Ja, de ene doet het zo, de ander doet het zo, er zit heel veel verschil in. Kijk, dit is een heel eenvoudig paard, want het is nog het begin van de paardsnijden. Ja, ja. Dus hier zit heel weinig riemenwerk op. Mm-hmm. Die plakten ze namelijk op. Dus dan zeg je een pakje van de pony of iets en dan plakten ze de riemen erop en later werden die gesneden. Maar ik wil dat niet, want hier kunnen we namelijk heel mooi de rondingen van het paard zien. De schouders hier en hier de ribben. Ja. Dus ik ga er niks overheen doen. Nee, het mag ook rustig gezien worden. Ja, dit is een Duits paard. Duitse paarden hebben altijd een echte staart. En Belgische, Franse paarden hebben altijd een houten staart. Kijk, oh, ja. Een houten staart, houten staart, houten staart. Dat is Belgisch. Mm-hmm. Dan ligt de staart al klaar. Zie je? ik moet hem alleen nog eraan maken. Blonde? Nee, ja, ik heb ook een zwarte ertussen. Er ligt een zwarte bij, ja. Kunt zien jullie? Ja. Ja, mooi. Nou, hier heb je een miniatuurtje, jongens. Die is van Gijs Saad uit Groesbeek. Die man die heeft altijd op de kermis gestaan met die molen. Dat was een woonwagen en dat was vroeger een luchtschommel. En die man heeft rond 1975 de zaak overgedaan naar zoon Raymond. Mm-hmm. En die reist er nou nog mee. En toen zat hij thuis en dat was net als mijn vrouw. Zei zijn vrouw, van, ga toch iets doen? Ja, wat moet ik doen? Ja, bouw dan een miniatuur van jouw eigen attracties. Ja. Dus die heeft hij zelf gebouwd. Hij heeft ook jaren aan gewerkt en toen is hij overleden. En zijn vrouw is in een bejaardenhuis. En dan zei hij, ja, wat moeten we daarmee doen? En toen willen ze het schenken aan het kermismuseum in Bergen op Zoom. Toen zei er een van de familieleden, waarom geef je het niet aan Piet? En daar was Piet blij mee. Ja, allicht ja. Dat is heel erg mooi gemaakt. Ja. En dat zijn van die schommels dat je zo hoog ging tegen het tentdoek aan. Hè? Ja. En dan trapte die kermisbaas weer op de remmen, dat mag niet tegenaan komen. Ja. Ja, en ik heb ook wel gezien dat nu, want er zijn nog een paar schommels, dat er nog twee jongens in zaten. En die riepen, meneer, ja wat is, ja, hij doet het niet. Moet ze niet schommelen. Dat moeten ze zelf doen. Ja. Hij dacht, er zit een machientje in en dan wij alleen maar zo over te zetten. Nee, dat moest je vroeger allemaal zelf doen. Ja, dat moest je allemaal zelf doen. Tegenwoordig zit er een batterijtje in en dan gaat hij vanzelf. Maar, dit is van de paardenfabriek van Overhol. Dat is de firma Hein, Friedrich Hein uit Duitsland. Dat zijn de paarden. Die zijn er gewoon, die gaan door de jaren heen gaan die goed mee. Die zijn heel geliefd. Zien er ook heel mooi uit. Ja. Ja. Nou, deze fabriek die heeft maar 13 jaar bestaan. En die, ja. Die heeft 100 jaar bestaan of zo. Ja. En die bestaat nog? Nee, nog niet meer. Net, met de oorlog zijn er wat probleempjes opgetreden links en rechts. En ook met houtsnijden van paarden. Mm-hmm. Ja. Maar dat is een heel ander verhaal. Ja, daar heb ik nou niet over. En vroeger hadden, het woord kermis is de eerste keer op in boeken verschenen rond 1200. Maar het was allemaal heel eenvoudig. Er werd gewoon op de nek en toen later werden er paarden gemaakt. En op de kermis, door de jaren heen, zijn er altijd van die lui geweest die op de kermis hebben. Maskramers, maar ook artiesten en muzikanten en zo. En toen werd er eind 1800, 1880 zo, werd er allemaal toch wel anders. Er kwam mechanische muziek. En de invalide mensen mochten niet meer op de kermis werken, bij wet geregeld in 1920. En dus er moest allemaal iets verzonnen worden om dat te vervangen. Nou, hier heb ik één vervanger. Dit is een. Dit is een klein orgeltje, een tafelorgeltje noemen ze dat. Zie je dat? En dan werk ik met. Ik moet hem even terugdraaien. Dan werk ik met een rolletje.
En hieronder zit een balletje. Dat zijn de longen van het ding. Ja. En dan moet je hem heel snel maar draaien, want draai je te lang, dan krijgt hij geen lucht. Dus moet je hem heel snel draaien. En die stond er op de kermis. Ja. En toen was er helemaal niks op dat gebied, dus dit was gewoon gigantisch dit. Weet je hoe het niet heet? Ach, Vissers meisje. Ja, precies. Wat ben ik nou vergeten? Wat ben je nou vergeten? Dit. Dit. Leuk. Leuk, hè? Nog heel mooi ingelegd. En hier staat als maker een Engelsman die heet Moog. M-O-O-G. Ja. En Moog, dat is min of meer de uitvinder van de synthesizers die ze nou gebruiken. Mm-hmm. En de oude Moog, die had een apparaat waar dus door de Beatles gebruikt op Abbey Road. Zo. Kijk, dat zal zijn kleinzoon wel zijn. Dat zit erin, ja. Ja. Hij zal zelf niet meer geweest zijn. Nee, denk het niet. Waar gaan we nu naartoe? Daarboven, die foto, dat was mijn draaier, de draaimolen. Die heb ik 20 jaar gehad. Dat was mijn grote hobby en dat was mijn kindje. Ja, die daarboven, ja. Ja. En dan heb ik die paar jaar geleden die verkocht, want ja, het is zo duur om zijn ding erop na te houden. Want iedereen denkt dat je geld verdient, maar het is net andersom. Het kost veel geld. Alleen al de keuring elk jaar €700. En dan het vervoer en de verzekering en noem maar op. Dus ik heb hem weg moeten doen. Ik ben secretaris van de Stichting Kermiscultuur in Nederland. Ja. En we hebben een paar bestuursleden die zijn ook miniatuurbouwer. En er zegt er eentje in de opgeleid, die zegt, je hebt er pijn aan. Ik zeg, ja, dat klopt. Hij zegt, zal ik dan voor jou een mooi miniatuurtje maken? Heb je die altijd thuis? Ja, ik zeg, als je dat wil doen, en hier staat hij, is klaar. Ja. Kijk. Oh. En daar is hij precies. Ja, hij heeft hij precies nagemaakt. Ja. Ja, zelfs de pakwagentje zit erbij. Je bent er niet zo lang kwijt, hè? Nee, 2 jaar. Ja, ik kan zeggen. Die staat dan in het museum in Noord-Frankrijk, in Lille. Oh, maar hij blijft wel bestaan. Hij blijft, jazeker, ja, jazeker. Ja, ja, ja. En die paardjes, dat zijn ook heinpaardjes, wat ik net zei van die. Ja, van die, ja. Leuk hoor. Molentje weer van 1904. Maar hoe ben je eraan gekomen? Ook. Aan die molen? Ja. Die hebben gekocht via een kermisman, maar die heet ome Karel. En er was een begrip in de kermis, die had allemaal nostalgisch spul. En daar ging ik nog eens een keer naartoe. En toen zei hij, ik heb een mooi molentje voor je, zegt hij. En zo is het gekomen, hè. Ja. Maar op de Gildedag in Groningen, daar heb je toen ook gestaan. Ja, ja, klopt. Ja. Ja, er zijn vast mensen die het herkennen. Ja, zeker. Dan gaan we even naar het tweede vertrek. Ja.